Hallo. 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 Robert, eerst is voor jou, eerste vraag. Je bent nu 2 jaar, toer je niet meer. Ja. Wat mis je het meest? En straks, wat vind je het prettigst, maar wat mis je het meest? Ja, natuurlijk. Lekkere wijven. Die zich zo aanbieden in de kleedkamer. Tuurlijk. Ja, nee, hoor. Nee hoor, dat had ik al mijn vriendin altijd die dat bewaakte. Dus dat, helaas kan ik dat niet missen. Ja. Ik heb nou de buurvrouw, dus dat is het dan wel weer een voordeel. Maar van toeren wat ik het meeste mis. Nou ja, optreden is altijd wel leuk. Ja. Ik heb vooral wat ik heel erg leuk altijd vond, is gewoon het. In de stad met z'n allen, met de crew en de band, gewoon gezellig uit eten gaan. En wat bekijken als je tijd heeft. In Amerika gingen we elke ochtend joggen als we ergens aankwamen. In een stad die je niet kende over het algemeen. En dat was altijd superleuk. Wat is wat je nu het meest prettig vindt? Zeg maar wat mis je niet? Wat mis ik niet? Tijd. Het geeft je meer tijd. Dus het geeft je meer tijd om te schrijven, om andere dingen te doen voor de band en natuurlijk voor de kinderen. Dat is, dat is wel regelmaat. Is wel, weekend is wel echt iets te geks, moet ik zeggen. Daar geniet ik wel van. Dat had je gewoon natuurlijk nooit. Ja. Hoe ben jij nou veel weg? Hoe gaat dat? Ben je echt heel veel weg? Nou, het is van mijn periodes is het. Bijvoorbeeld, nu begint het dan weer en dan ben ik nu voor promotie veel weg. En dan straks begint de tour weer en dan ben je gewoon soms 3 à 4 weken ben je gewoon weg. En dan ben je een weekje thuis en dan ben je weer 3 weken weg. Ja. En zo gaat het even een tijdje door en dan heb je de festivals, ben je natuurlijk ook heel onregelmatig thuis. Maar ja, met vlagen ben je thuis, laat ik zo zeggen. In plaats van met vlagen ben je weg. En dat is vooral het eerste jaar dat een plaat uitkomt vooral het geval. En dan het tweede jaar wordt het wel iets minder. En dan is het meer andersom dat je af en toe weg bent en regelmatiger thuis. Deze plaat, hè, Hydra, wat is zeg maar achteraf gezien het beginpunt geweest? Ja, dat raak je snel kwijt, zeg, het beginpunt. Maar dat is er altijd wel heel duidelijk, ja. Let Us Burn, de eerste track was ook het beginpunt. Misschien niet toevallig. We hadden heel sterk, tenminste altijd eerst als we met een plaat beginnen, dan gaan we schrijven en dan is het gewoon echt, haalt niet uit wat voor, dat zijn gewoon echt demootjes, wat voor stijl dat is, dat kan van alles zijn. En dan focus je nog niet heel erg op uitvoering, maar dan wil je gewoon leuke liedjes. Maar toen we wat verder gingen uitwerken, was Let Us Burn was het eerste liedje waarbij we dat deden. En dat had echt niet een akoestisch gevoel, maar een wat meer natuurlijk gevoel. Wat meer organisch. Ja, en ook vooral gitaar gebaseerd. Weinig toetsenwerk, weinig orkestwerk. Was niet echt een bewuste keuze, maar zo voelde het liedje en zo hadden wij het gevoel van. Dat voelde voor ons weer lekker fris. Ja. En we hadden ook toen al gelijk zoiets van, we willen ook met opnames, willen we ook een beetje dat natuurlijke geluid, ook in de drums, gewoon echt echt de natural feel gewoon erin brengen. Was het iets waar je over sprak met elkaar daarvoor al? Of was het echt van, dit nummer voelt nu goed en die richting moeten we op? Ja, je wordt er langzaam steeds bewuster van, laat ik zo zeggen. Het is wel een groeiend proces. En om nog even in te haken op het drumgedeelte, dat ze wat meer organisch wilden hebben. Dat ze op een gegeven moment echt met een snare drum gewoon door allerlei verschillende gebouwen zijn gegaan. Van waar kunnen we nou echt kunnen de drums gaan opnemen? Ja. Dus met een snare door het heel Nederland gingen. Oh, deze studio? Nee, oké. Okay. En dan ging ze met een iPhone het opnemen en dan thuis weer. Weet je wel, dat gevoel nastreven wat we op een gegeven moment het idee hadden van die kant moeten we op. We wilden echt dat je de ruimte kon horen waar je de drums in opgenomen hebt. Dus met een lekkere grote galm en dus een grote ruimte zochten. Ja. En het grappige ook is, zeg maar, met dat proces is van mij, waar je van tevoren mee startte, is dat zeg maar de plaat ervoor merkte van, ik vond het heel krachtig om bijvoorbeeld niet te veel bassdrums te gebruiken. Dat was allemaal in de platen daarvoor. Dat was deden in het begin van onze loopbaan veel dubbel bass, maar ik ben ervan nu voelde dat allemaal een beetje ouderwets. Dus we begonnen ook met de eerste opnames met heel weinig bassdrums. En dat werd langzamerhand opeens steeds meer en steeds meer en steeds meer. Tot we opeens realiseerden van, wacht even. Meer dan ooit. Nee, we gaan deze plaat gewoon eigenlijk een maximum aantal bassdrums doen. Weet je? En dat gaat een soort natuurlijk. En er komt altijd een punt waarop je het hier realiseert. Wacht even. Dus het is een soort combinatie van wat gebeurt er. En wat pak je op om er juist mee verder te gaan. Je sprak net over die zoektocht naar het geluid. Waar is uiteindelijk de plaat opgenomen? Het MCO heet dat, de MCO-studio's.
Van de Omroep is dat toch? Ja, Muziekcentrum Omroep. Dat is het, geloof ik. En daar zitten eigenlijk de klassieke orkesten van Nederland. Dus het Radio Philharmonisch Orkest, die zit daar. Metropool, dat is thuisbasis van de Metropool, waar ze repeteren en dingen opnemen. Ook het Nederlands Omroepkoor. Of heet zelfs het Radio Omroepkoor. En het grappige, ze hebben daar hele grote studio's, omdat die orkesten daarin moeten. En we zochten naar een grote ruimte met een grote galm. En ze hadden daar zelfs, daar kwamen de meeste studio's hebben hele korte galmen, want die willen eigenlijk juist zo droog mogelijk zijn. En daar had je studio's die waren gewoon, die hadden veel te lange galmen. Dan was het echt zo van, we hadden op ons een snare, dan was het pa! En dan was het pa! Denk je, ja, als je dan een beetje snelle muziek hebt, dan werkt dat niet. Maar ze hadden daar ook een ruimte, dus ze hadden daar 4, 5 studio's. En toen kwamen we op een gegeven moment in een ruimte. Maar ze ook helemaal mooi van hout, ook heel mooi akoestisch helemaal afgewerkt. En het klonk eigenlijk precies wat we nodig hadden. Ja. En dat bleek de repetitieruimte te zijn van het Omroepkoor. Dus dat was een redelijk hoge ruimte. Ja, groot, maar niet super groot. En die hebben daar gewoon een fantastische ruimte. Maar dat was eigenlijk geen echte studio, dus er zat ook geen regieruimte bij. Dus we moesten zelf alle apparatuur moesten we daarin zetten. Alles meenemen en zo hebben we het opgenomen. Hoe lang heeft dat geduurd, zo'n zoektocht? Is dat echt een maand of is het echt binnen een paar weken gepiept voor jullie? Nou, volgens mij is het een doorlopend proces geweest voordat we gingen opnemen. Okay. Ja, het was tijdens het schrijven dat we al een beetje dat wisten van, ja. Van, nou, we gaan nu even een dag vrij, we gaan even doorheen. Dan gaan we naar die studio en dan gaan we even daar kijken en we gaan naar die ruimte toe. We hebben gewoon een aantal zijn we afgereisd. Ja, het eerste nummer, Let Us Burn, dat heb je geschreven met Daniel Gibson. Ja. Hoe is dat ontstaan, die samenwerking? Poeh, dat is al voor de Silent Force eigenlijk. Nee, Silent Force. Tijdens ja, precies. Ja, ja, zeg maar tijdens het proces van het maken van de Silent Force. Dus dat is en die kwam uit 2005, dus dat is 2003, 2004 denk ik. Ja. En heb jij hoe gaat dat dan? Wil jij schrijven? Schrijf je dan de teksten later? Of teksten? Nee, we schrijven samen teksten vaak. En vaak gebruik ik wel heel veel van de demo fase. Weet je, daar gebruik je al een aantal woorden en daar brei je vaak op voort, omdat die woorden zijn toch vaak onderbewust gekozen en het past bij het gevoel van het nummer vaak al. Ja. Dus wat vaak gebeurt, dat we naar de hand de tekst schrijven. Eigenlijk is dat heel moeilijk, want dan moet je ook nog eens een keer die woorden proberen ook nog eens een keer erin te houden. En dan moet je wel een logische tekst van maken. En soms gaat het al voor een groot gedeelte over iets waar je denkt van ja, dat past gewoon heel goed bij. Dat ga je uitbreiden en uitwerken. En dus eigenlijk komt die tekst achteraf en dat doen we samen. Hij schrijft op zijn kamer, ik op mijn kamer en dan... Ja. En dan mailen naar elkaar. Ja, anders krijgen we ruzie. Dus dan kunnen we elkaar zinnetjes een beetje... Samen. Mother Earth en Enter, die twee platen hebben samen geschreven. Maar de platen daarna is alleen nog maar via mail gegaan. Maar ook juist wat vanwege dat jullie beide een sterke mening hebben over hoe het moet. Ja, het botst heel erg. We van tevoren praten we wel over wat de tekst waar het over moet gaan. En dan, dat is het onderwerp, oké. Maar dan zie je toch dat iedereen een eigen, van een andere kant benadert. En dat... Ja, en dan probeer je toch tot één iets te komen. Ik vind dat wel een heel gaaf gedeelte. En dat is namelijk bij jou. Wij zitten gewoon te veel mekaars aura, weet je. Dan zijn we zitten gewoon iets te bedenken, zijn we ergens mee bezig. En als iemand anders dan daar een beetje gaat lopen roepen van dat hij allemaal zulke fantastische ideeën heeft terwijl jij nog bezig bent. Dat is heel irritant. Dat doen we bij elkaar. Dus wij willen op ons eigen, wanneer wij dat willen we kijken naar wat de ander gedaan heeft. Ja. En zo doen we dat dan. Let Us Burn, waarover gaat dat? Laat ons zijn wie we zijn, weet je wel. Laat ons in de zin van... dat heel vaak is het zo dat mensen een bepaalde mening hebben van hoe iemand moet zijn. En maar weet je wel, het kost misschien meer moeite om mensen gewoon te laten zijn wie ze zijn. En sterk te laten zijn in hun kracht, laten we zeggen. In de zin van, en ook uitschieten. En ook het durven te branden, zeg maar. Weet je, in je leven. Ja, dat je ook te zijn wie je wil zijn. Ook. Ja, maar ook dat je ergens voor durft te gaan. Weet je, of dat je... dat je risico's durft te nemen van, weet je, het ding van beter kort hevig gebrand dan je hele leven een waakvlammetje, weet je wel. Dus is ook het ergens voor durven gaan. Is het ook, zeg maar, slaat het op jullie of is het meer op dingen die je hebt gezien en meegemaakt? Het is wel hoe we tegen dingen aankijken vaak, dat wel. Weet je, gewoon dat wel je eigen mening. Maar soms is het op dingen gebaseerd die we meegemaakt hebben, of zelf of van anderen. Maar dit is niet een album wat weer een concept had, zoals bijvoorbeeld de vorige plaat. Was het echt duidelijk een concept en dan wist je waar het over ging hebben. En dit is meer toch wel weer van alle hoeken iets gegrepen, laat maar zeggen. Zo'n stukje zelf. Was deze tekst ook als eerste een van de eerste teksten die af was voor het album? Met andere woorden, heeft het ook een richting gezet, textueel? Nee, dat niet. Nee, vind ik niet. Ik vind dat het... Maar op een of andere manier wat wel grappig is dat er wel een soort rode draad door het hele album gaat. Van... Ja.
En dat die teksten allemaal wel een soort met elkaar te maken hebben. Vreemd genoeg is misschien iets wat onbewust wel speelt bij je, waar je mee bezig bent. Of, ja. En wat was dit voor jullie? Sorry? Dat zeg maar dat thema wat voor jullie heel sterk naar voren komt? Het gaan voor je hart en waar je, ja, weet je wel, wat goed voelt voor jou. En durven gewoon, zeg maar. Weet je, dat gevoel, dat is een soort bevrijdend gevoel van niet stil blijven staan, maar vooruit. Ja, en ook niet verstarren door je angsten, maar eigenlijk het in de ogen aanstaren en daardoor het overwinnen en doorgaan. Weer een stap verder komen in je zijn, laat maar zeggen. Ja, ik ben heel filosofisch.